everybody. Welcome in Great Britain. Welkom bij het leukste programma van Hallo Thuis. Muziekcollege met Ave. Helaas, alweer het laatste land waar we deze week zijn aangekomen. En deze week is dat geen één, nee, maar vier landen. Namelijk het Verenigd Koninkrijk. En we zoomen in op Engeland. De Engelse muziek. Engelse muziek is al jaren populair. Een aantal Engelse artiesten, zoals de Beatles, David Bowie, de Rolling Stones en Queen, heeft een grote invloed gehad op de gehele muziekindustrie. En de Engelse muziekindustrie is nog steeds florerend en heeft nog steeds een grote impact op de rest van de wereld. Denk daarbij aan Robbie Williams, Adele, One Direction, Ed Sheeran en Coldplay. Hierbij een aantal iconen die de Engelse muziekindustrie groot hebben gemaakt. Belangrijkste Engelse artiesten. De Beatles. Vrijwel de hele muziekindustrie is beïnvloed door de Beatles. De belangrijkste band in de historie van muziek. Overal ter wereld werd vanaf de 60's op een andere manier tegen muziek aangekeken. Dankzij deze vier mannen uit Liverpool. De groep bestaande uit John Lennon, Paul McCartney, George Harrison en Ringo Starr was actief van 1960 tot 1970. Maar veel bands geven tegenwoordig nog steeds aan beïnvloed te zijn door de Beatles. De manier van muziek maken was revolutionair voor die tijd. Ook de teksten waren niet wat de mensheid gewend was. De Beatlemania was in ieder geval een feit en trok over de hele wereld. Belangrijkste Engelse artiesten. De Rolling Stones. Nog een band die een bepalende factor heeft gespeeld in de muziekhistorie zijn de Stones. Ze stammen uit dezelfde periode als de Beatles. Ze zijn al sinds 1962 actief. De band, de Rolling Stones, bestond enigszins toevallig toen twee vrienden van de kleuterschool die elkaar jaren later tegenkwamen bij de trein. Hoewel de samenstelling van de band in de loop der jaren iets is veranderd, geeft de band nog steeds concerten en hebben ze in 2016 nog een album uitgebracht. De band speelt naast rock'n'roll ook blues, country, hard rock, reggae en punk. Belangrijkste Engelse artiesten. Queen. Ook de Engelse rockgroep Queen behoort tot een van de succesvolste muziekgroepen in de geschiedenis. De muziek van deze band is nog altijd ongekend populair en is altijd terug te vinden in de top 10 van de greatest hits aller tijden. Met name Bohemian Rhapsody wordt door velen beschouwd als het mooiste nummer ooit. De in Londen opgerichte band werd razend populair door hun flamboyante stijl, combinatie van muziekstijlen en de geweldige zang. Queen bleef aan de top van de muziekwereld, totdat zanger Mercury overleed aan de gevolgen van AIDS. Belangrijkste Engelse artiesten. David Bowie. Nog een legendarische figuur in de Engelse muziekindustrie is de in januari 2016 overleden David Bowie. Na zijn doorbraak eind jaren 60 bouwde hij gestaag door aan zijn oeuvre. De jaren 80 waren voor Bowie topjaren. Maar tot het eind van zijn leven bleef Bowie muziek maken. En hoewel hij overleden is, is zijn ster nog lang niet uitgedoofd. De Brit Awards. De belangrijkste prijs is Brit Award.
De belangrijkste onderscheidingen in de Britse muziekindustrie worden jaarlijks in februari uitgereikt. Bij de Brits, zoals ze kortweg genoemd worden, ligt de nadruk op de Britse muziek. Maar er worden ook prijzen uitgereikt aan internationale artiesten. In 2017 is de bijzondere Brits Icon Award uitgereikt aan Robbie Williams voor zijn verdiensten in de populaire muziek. Deze speciale prijs is slechts 2 keer eerder uitgereikt. In 2013 aan Elton John en in 2016 als eer aan de toen net overleden David Bowie. Engelse muziekindustrie leeft voort. Muziek leeft in Engeland. De meest invloedrijke artiesten van de vorige eeuw zijn nog steeds belangrijk voor de huidige muziek. Maar inmiddels zijn er ook een aantal andere sterren die de Engelse muziekindustrie op de kaart zetten. En mogen we genieten van steeds weer vernieuwende muziek en mooie nummers die worden geschreven en gecomponeerd in Engeland. Nou, tot zover dit muziekcollege. In de serie van de 8 landen die we hebben behandeld in de afgelopen colleges. En denk je nou, dit vind ik nou heel erg leuk. En hier wil ik nog veel meer van zien. Of nog een keer kijken natuurlijk, dat kan ook. Nou, abonneer je dan even heel snel op dit allerleukste, leerzaamste YouTube kanaal van Hallo Thuis. En zo blijf je natuurlijk altijd op de hoogte van allerlei leuke, leerzame dingen. Zoals koken, muziek maken, gebarentaal, enzovoort. Nou, ik zeg tot volgende week, want dan gaan wij kijken naar musicals. Ik ben heel benieuwd wat het eigenlijk nou is.